consternatie donderdagochtend op de Wezelse dijk in Wiegen. Daar werd melding gedaan van een gaslek. Niet alle bewoners in de buurt waren daarvan op de hoogte, want ze dachten zelfs even dat er een F-16 overvloog. Uiteindelijk bleek dat GasUnie bezig was met onderhoudswerkzaamheden aan de leidingen. GasUnie had voor deze actie alle woningen binnen 500 meter gewaarschuwd, maar het geluid was daarbuiten ook nog te horen. Die mensen krijgen binnenkort een excuusbrief op de deurmat. Er komt een nieuw onderzoek naar de effecten van de versmalling van de Graafse brug voor het verkeer. Dat is besloten na een gesprek tussen wethouder Tiemens en verschillende bedrijvenplatforms. Ook worden andere verkeersroutes in Nijmegen onderzocht. Voor 2018 moeten al deze wegen goed te bereiden zijn, aangezien de Waalbrug dan voor langere tijd dichtgaat. Een eerdere belofte van een proef met een smallere Graafse brug de stad uit bleek onhaalbaar. De ondernemers en de wethouder hebben afgesproken dat zij elke uitkomst van het nieuwe onderzoek zullen accepteren.